Dan wil ik tot slot eigenlijk nog een voorspelling van jullie wie het toernooi gaat winnen. Ik ga dan toch, omdat hij uit de series kan vallen en hij ze toe in staat, ga ik voor Marco van Gerben toch als toernooiwinnaar. Dus hij wint niet de Premier League, maar hij wint wel de Dutch Dart Championship, denk ik. Oké. Okay. Ik denk, hij wint de Premier League donderdag natuurlijk. Dat had ik al Ja. voorspeld. Ik denk dat het dan te veel wordt. Dus, ik denk geen Michael van Gerwen. Ik denk Gerwin Price. Nou, dan kan je. Ja, oké, okay, maar dan moet hij jou uitschakelen, hè? Dat besef je. Nee, want er gaat nog iemand afzeggen, dus ik lood hem net niet. Oké, okay, dus dan inderdaad kom jij aan de andere kant van het speelschema en dan Precies. wordt de finale. Finale. Ja, helemaal goed. En die verlies je dan. Ja, maar goed, dat neem ik dan voor lief. Oké, okay. Martijn, voor wie ga jij? Ja, man, ik zit naar de deelnemers te kijken. Paul, dat Dave Chestel hem vorig jaar gewonnen heeft, dat lijkt alweer 10 jaar geleden. Ja, dat kan ik me nog amper herinneren, inderdaad. Dus die durf ik zeker niet te noemen. Dan zou ik zeggen Ryan Searle, is dat een gekke naam die ik noem? Nou, het zou wel Vind voor ik het eerst ook. zijn. Het zou voor het eerst zijn. Ja. Gian heeft net gezegd dat mensen er niet voor naar de Premier League voor gaan, voor Ryan Searle. Ja. Die zal finale halen tegen Damon Hatta, inderdaad. Ja, nee, dat zou ook een finale zijn. Denk ik misschien om snel te vergeten. Alhoewel, het aan wel van een leuke walk kan natuurlijk, hè, op zaterdag. Dus ik ben benieuwd dat hij Ja. uit de kast trekt. Vind je dat leuk eigenlijk, Ik denk. Gian? Of, Ja, ik vind het prima. Weet je, ik vond de eerste paar keer erg leuk, maar nu is het elke keer weer. En ja. ik denk dat het zal weer snollebollen, dus links-rechts worden. Dus Oké. En ga jij we nog gaan het wat. zien. Ik heb het nog aan je gevraagd, hè? Of je wat gaat Nee, doen? ik denk het niet. Ik denk niet dat ik dit keer iets speciaals doe. Ik denk dat ik gewoon bij mijn eigen liedje blijf. Oké, nou, Martijn, zou je nog een suggestie hebben eventueel voor Gian? Mocht hij morgen wakker worden, denk ik, ik wil toch wat anders. Nee, daar overval je me te veel mee. Daar kan ik Ja. niet iets verzinnen nu. Ja, ik zou Laranja's, heb ik al tegen gezegd, zou ik een hele goede Ja. vinden. Ja, dat heb je al Ja, verteld. maar dat gaat niet gebeuren, ben ik bang. Nee, voorlopig nog niet. Maar goed, je Nee, weet nooit. oké.